De regering wil in 2025 meer dorpen in het binnenland voorzien van elektriciteit. President Chandrika Prasad Santokhi zei tijdens zijn jaarrede dat er momenteel al projecten lopen. Maar het doel is dat elke Surinaamse huishouden toegang krijgt tot betrouwbare en schone energie. Dit past in duurzaam ontwikkelingsdoel 7, betaalbare en schone energie voor iedereen. Het Suriname Villages Microgrid Project richt zich op dorpen in het binnenland die 24 uur elektriciteit zullen krijgen, zegt het staatshoofd. Deze stappen zorgen ervoor dat huishoudens in deze gebieden weer toegang hebben tot schoon water en basisrecht dat cruciaal is voor welzijn. Tevens zijn er verschillende programma's die de verbetering van de levenskwaliteit van onze inheemse en tribale volken moeten garanderen. Op het gebied van gezondheidszorg zijn de zorgassistenten opgeleid om de medische zending te ondersteunen. Deze extra capaciteit vergroot zorgmogelijkheden in gemeenschappen die vaak moeilijk te bereiken zijn. In 2023 is het Phuketi Cluster succesvol voorzien van zonne-energie. In 2025 zullen de clusters Galibi, Jumu, Kayana en Botopassi volgen. In totaal worden 50 dorpen van duurzame stroom voorzien. Voor nu zijn er reeds 10 dorpen in het boven Suriname gebied aangesloten op 24 uur stroom. De regering kan echter niet alles alleen. We hebben de steun en inzet nodig van het volk en het maatschappelijke middenveld en het bedrijfsleven en van alle politieke partijen. We willen een eerlijker systeem dat zorgt voor rechtvaardige verdelen van duurzame ontwikkeling. Een gezonde samenleving in een sterke, gelukkige samenleving. En dat is ons doel, om het welzijn van iedereen te waarborgen. We willen dat iedere burger zich goed voelt en de zorg krijgt die hij of zij verdient. Nieuw Aurora, dankzij het Godo Olo project, is nu volledig op zonne-energie. Bigi Poika en Pikin Saron worden in 2025 ook aangesloten.